Hou die partner. Ben je de paard en de kar ook een beetje beu? Wel, goed nieuws. Want ik leer je vandaag in 33 makkelijke puntjes hoe je legaal kan rijden met de auto op de openbare weg. Ik vind iedereen dat blank is eigenlijk een beetje een duivelspersoon. Je hebt een Hawaii hemd aan. Het is min 2. Heb jij wel lul niet laten zien aan heel België? Ik kwam binnen en ik gaf saus aan een vrouw. Oh nee! Oké, ja, dus ik zit Hercules. I'm feeling like I'm letting this urge complete the control and I've lost interest. Oké, boy. Misschien is mijn beat gewoon hot garbage, dat kan ook wel zo. Hallo, Martijn Schijlen hier. Gromeo, oh Gromeo! Ah, Julia, daar ben je dan. De maan van mijn sterren, mijn paradijselijk oord, mijn bron van geluk. Oh, wat kan ik voor je doen, mijn liefste Julia? Oh, Romeo, waar is er nogal van porno staan? Het is dus nog pril, maar ik ben toch wat onzeker of het wel de juiste voor mij is. Kunnen jullie me helpen? Hoe weet ik zeker of dit echt mijn regering is? Mijn schuurwater! Hey baby. Hey, goeiemorgen. Goed geslapen? Ja, ik ook. Plannen gemaakt? Oh, dat is leuk. Voor ons plannen gemaakt? Oh, dat klinkt nog beter. Een romantisch uitje. Babe. Ik kan jammer genoeg wel niet mee, vrees ik. Ik moet heel de fucking dag masturberen. Ik ben een gevaar voor mezelf en voor de samenleving. Ik ben inderdaad diep gegaan, Frekken. Ik wou een hele race memes maken voor vandaag. Maar ik heb eigenlijk gewoon ene gemaakt. Maar voordat we dat... The story of the night is alive. Ja, ik wou eigenlijk heel veel dingen doen, maar ik heb heel weinig gedaan. Dat is echt heel het punt. Collect and go voor de rood, wil een paar jaar dood, want mijn rekening staat rood. Ik heb geen geld, geen geweld, ben een goede jongen doe. Iedereen die weet, ik loop rond met zwarte longen, ho. Hey, Sandy sloeg wat over, maar ik zelf niet. Ik pak mijn beurt en spaghetti gaat in het vergiet. Hey, wie heeft de saus? Dat zal ik dan wel zijn. Wie staat er aan de lijn? Dat zal ik dan wel zijn. Pascalke. Nog een dag schotel alstublieft. Natuurlijk, Xavier. Komt er meteen aan mijn gedacht, haha. Kijk eens aan. Wederom een frisse dag schotel, speciaal voor jou, Xavier. Maar alleen maken toch. Wat bazel je nu weer allemaal? Het café is dan toeleg. Wat bedoel je, Biekje? Ik geef Xaver gewoon zijn bier. Het is tijd om me los te laten, Pasqualeke. Deze keer ben ik, degene. Die weggetoverd wordt. Oh nee, ik heb posttraumatische stress. Kom dan maar snel naar PTSD, oké, Kars. UNESCO! Redkarenaar Park! Oh hey, wat fijn dat je weer komt naar het Sprekjesbos. Waar we fijne gesprekjes voeren. Met iedereen uit de streek. En iedereen uit de beek. Want mensen die duiken, hebben geen echte hobby. Maar... Wat ik bedoel te zeggen is dat ik gun haar die liefde. En als die liefde niet van mij moet komen, uiteindelijk, nee, man, dan skip dan haar. Dat was de vraag, toch? Nee, vraag was nooit met pijpen of nooit met een nat. Zo'n verstuiver met kokend heet water zou wel eens een onderschat wapen eigenlijk. Ik zal even uitleggen hoe het dan net gekomen is. Want zoals mijn vader altijd zei vroeger, je sukkelt niet zomaar een oerenkot binnen. Hallo beste kinders, ik ben de nobele veerman. Dus die bobtail hond dat je dan Samson gewijzigd aan je hand en... Ja. Ik heb honger, ik heb die video nog. Dit zijn allemaal comedy stukjes die ik ooit eens op een podium ga doen. Check. Het is niet slecht, er zijn er al wat. Je zou kunnen zeggen dat ik bezig ben, dat ik wel iets heb met comedy. Je zou kunnen zeggen dat ik wel passie heb voor het vak. Je zou kunnen zeggen dat ik wel... Dat ik wel een paar ideeën heb. Zou kunnen zeggen dat... Ik hoop dat zagen daar iets opgebracht heeft. Ik wou echt nog met een baard afscheren ook, maar toen ik dan de Jan Jaap bezig zag, werd het me gewoon duidelijk dat jullie toch niet echt geven om het seksappeal van jullie presentator.
Er staat daar ook nog een andere camera, maar ik heb er geen SD-kaart in gestoken, want ik ben kutte lomp. Niet misschien eentje als je chance hebt en er champagne naast de baarmoeder te vinden is. Crisp. Oh, mijn greenscreen is helemaal niet juist. God damn. Ik zie er vrij belammerd uit, wafeltjes, maar het is nou nuchter november en ik moet doorzetten. Toen België nog een land vol potentieel was en vol okka-paarden. Nou. Ja.